Zoals je misschien wel kan voorstellen, je kan behoorlijk complexe routing maken. Dus verschillende signalen naar verschillende modules sturen. Een mooi onderdeel van het werken met zo'n modulair systeem is ook het gebruik van effecten. Ik heb hier een klank die ik misschien even heel kort wil maken. Dus wat je al zou kunnen doen, wil je niet te diep op synthese ingaan, is het gebruik van effecten. Om je een voorbeeld te geven, ik ga VCV-Rec even uitzetten, die categorie, en ik ga een reverb zoeken. Reverb, galm. En op zich kan je hier dus eigenlijk al je eigen plugins mee ontwerpen. Want je kan het met die bridge kan je geluid insturen en weer uitsturen naar bijvoorbeeld je DAW. Een andere mogelijkheid is ook om bijvoorbeeld je tweede computer of je oude computer of afgedrankte computer te gebruiken alleen voor VCV-Rec. Ik heb een aantal oude computers en ook oude geluidskaarten en die gebruik ik op die manier. Dus bij VCV zelf zit geen reverb, dus hij laat hier ook de merken zien die wel modules hebben in de categorie reverb. Zoals je weer ziet, verschillende reverbs met verschillende mogelijkheden en knoppen en interface, dus hoe het eruit ziet, kleurtjes. Sommige heb ik al vaker gebruikt, sommige ken ik niet zo goed, sommige zijn een beetje experimenteel, maar ja, goed. Deze week toevallig vind ik erg leuk en goed. Vrij simpel, zeker vergeleken met dit soort monster machines. En dit is een Spring Reverb. Een Spring Reverb is eigenlijk wat er vroeger in gitaarversterkers zat. Dan had je een veer en die veer die trilde aan het ene kant en die trilling wordt opgevangen aan de andere kant. En die trilling gaat dus door die veer heen. Dus dat is het gewone geluid. En nu wil ik dit geluid wat uit die mixer komt, wil ik ook hebben naar de reverb. Dus nu stuur ik wat uit de mixer komt. Nou komt er maar één signaal in de mixer. Maar met verschillende routingen kan het natuurlijk complexer worden. Gaat naar de Spring Reverb, naar de galm, input 1. En ik ga de wet gebruiken. Dus dit is alleen de galm. En de galm ga ik sturen naar input 2. Dit is de wet en dry knop. En filterknop, de input level, output level. En dan gaan we langzaam die reverb inschuiven met volume. Ook in dit reverb-module zit een high-pass filter, dus het zit al ingebouwd.
Natuurlijk kan je ook vanuit de output weer naar een filter en dat dan weer naar de mixer. Dan creëer je dus combinaties van verschillende effecten. Eens even kijken, misschien nog een ander effect voor de fun, een delay. Je hebt ook weer in dit geval verschillende delays. Delay is eigenlijk een echo. Laat ik een redelijk simpele delay van VCV zelf. Waar is mijn delay gebleven? Die zit hier stiekem, dat zie ik aan deze schroefjes, virtuele schroefjes. Dus ik draai even de galm uit en ik ga weer uit de mixer. En op zich is, nee, ik ga het even anders doen. Want er is namelijk een beetje een probleem met wat ik net deed. En dat ga ik je uitleggen. Nou is deze mixer. Dat is het signaal wat hier in totaal uitkomt. En wat ik hier vervolgens deed was hier het geluid insturen van die galm. Maar het geluid van die galm, dat is wat hier uitkomt. Dus het geluid wat hier uitkomt gaat in de galm. Gaat hier in, gaat hier uit, gaat hier in, gaat hier uit, gaat hier in, gaat hier uit, gaat hier in. Nou, je denkt het wel. Dat noemen we feedback, terugkoppeling. En daarom bleef die galm zo hangen. Op zich kan het heel erg mooi zijn. Het is op een gegeven moment tegen lelijke aan of tegen wat je misschien niet zou willen. Dus wat ik ga doen is deze plugin dupliceren. Daar is die weer met die verschillende met die schroefjes. En ik ga het geluid wat hier uit mijn filter komt, hier ga ik sturen naar de mixer en ook deze ADSR ga ik gebruiken, dus die gate, dat is die toets, die gaat al naar die ADSR, ik ga deze ADSR ook gebruiken, net zoals deze, dus wanneer ik een toets indruk gaat deze mixer open. En deze mixer gebruik ik om te plaatsen voor de delay. Die gaat uit naar de delay, de echo. En de echo gaat uit naar de galm. En de galm gaat uit naar deze mixer. En deze staat dan gewoon, als ik deze open draai, open. Dus als ik even de mix input level 1 en 2 voor links en rechts. Dan gebruik ik de wet, dus dit is 100% effect. Als ik hem op mix draai, krijg ik. En ook hetzelfde geldt bij de delay. Dus als ik deze even uitdraai. Is die helemaal droog? Is de galm? Delay? Als ik de mix opendraai, krijg je meer effect.
tijd van de echo's, dus hoe lang het duurt voordat er een echo is. En de feedback is eigenlijk ook weer die terugkoppeling wat we net in de mixer hoorden van galm. Dus hoe hoger de feedback, hoe meer echo's je blijft horen. En dit is dan de tijd. Dus hoe meer deze knop naar rechts staat, hoe langer het duurt voordat een echo komt. De kleur is of de echo dof of helder is. Als ik eraan draai, dan hoor je wel. Leuke effecten. Deze knop heeft dus ook weer een CV-ingang. Dus je kan je lol op om deze knop automatisch te laten bewegen. Ander geluid zonder effect. Als ik hier aan draai, hoor je dat effect. Nou, laat ik eens even voor de flauwekul daar dus weer een LFO opzetten. Delay wil ik niet. Ik wil VCV-rek, LFO, LFO 1. En waar is mijn LFO gebleven? Zie jij hem? Ik zie hem. LFO 1. En die stuur ik naar de tijd van de delay. Dus ik heb hier weer verschillende bewegingen met een bepaalde snelheid. De beweging op. Langzaam. Nou, allerlei rare glitch effecten. Op een gegeven moment hoor je ook wel dat je computer het misschien niet meer trekt. En zoals ik in het begin al eigenlijk vertelde, op een gegeven moment wordt dit dus misschien een beetje onoverzichtelijk en kan het handig zijn om dingen naast of juist boven en onder elkaar te plaatsen. Het is allemaal hoe je zelf organiseert qua logica en overzicht. Dus hier zie je wel, ik kan gewoon verder scrollen, module straal, knopen. Van module naar module, van signaal naar signaal. Om je een voorbeeld te geven. VCV-rek, eigenlijk een beetje de basics om mee te beginnen. Zeer geschikt om geluiden dus mee te maken, maar ook te bewerken. Effecten erin zijn al heel erg goed. En zeker gratis experimenteren met de verschillende modules, de verschillende mogelijkheden, verschillende merken. Om je een idee te geven, er zitten hier merken tussen. In het echt ook, of in het echt, dat klinkt een beetje raar misschien, maar ook hardware varianten bouwen. Dus dit is zo'n merk, Audible Instruments, die maken ook echt hardware modules.
Sommige zijn analoog, sommige zijn digitaal. Natuurlijk is alles in de computer in principe sowieso digitaal. Eigenlijk aan 0 en 1 in plaats van voltages. Maar dit merk maakt dus hardware modules. En die hardware modules zijn ook digitaal. Dus dit is in principe echt exact hetzelfde algoritme als in de hardware. En om een idee te geven, dit kost honderden euro's per module in hardware. En andere zijn enkel in de computer mogelijk, omdat digitaal andere mogelijkheden geeft. Dit zijn modules die kosten ook echt heel veel ruimte in hardware. En bieden dus heel veel functionaliteit voor een bescheiden ruimte. Dit is VCV-rack in het kort. Bij de volgende video's ga ik wat geluiden samen met je maken. Althans, ik in ieder geval. Ik hoop dat je het zelf ook gaat proberen. Dus dat is VCV-rack, de basics. Check it out!